lijkt nu vast ook wel even. Ja. Daarna is al zijn straten kwijt. Sander, ik ben blij dat je op hebt gelet. Ja, ik ga wel opletten als ik shit moet doen. Oké, maar waarom ben ik iedere keer weg als je dingen moet gooien? Ja, I'm sorry. Maar dan word ik geroepen in jullie beurt. En dan denk ik, als ik snel ben... Sander, wat ga je nu nog een keer weg of niet? Ben je nu klaar? Ik ben nu klaar. Hoop ik. Ah, oh nee. Je hebt het Milan beloofd. Nee, hij doet het niet hoor. Hij doet het niet, wat flauw weer. Oh ja, nee, ik had het Milan beloofd. Ja, maar dan was je eraan geweest, denk ik. 100%. Nou, ik leef nu nog. Ik heb ook elke keer geen interessante plek om te ruilen, zeg maar. Dat is wel jammer. Ja. Anders had ik ook in het spektakel van het ruilen mee kunnen doen, maar ik word elke keer overgeslagen. Ja. Je kan die bij die gele straat met Sander ruilen. Ja, maar daar heeft Sander niks aan. Nee, daar heb ik niks aan. Bij allebei de gele portals, bedoel ik. Ja, maar daar heb ik niks aan. Ja, Sander heeft in verhouding meer profijt van. Jij kan wel een drie lange straat krijgen dan. Dat van goud. Hoe werkt dit? Je moet mesje. Een dart gooien. Ogen dicht en mesje. Mijn hand of mijn ogen? Oeh, dat wordt een hele hoop monies voor Milan, bro. Statistisch gezien ben ik. Hoppa. Het geld gaat naar Simon. Hoppa, alles voor Simon. Alles is voor Simon. Na. Ik ga dit geld wijs investeren, zodra ik de kans heb. Dank u. Luigi. Zo, we krijgen wel redelijk goed monies. Dat ben ik. Dat is ook een mooie aan die tax office. Ja. Ik vind het ook wel leuk als jullie erop komen. Ik weet niet waar die is, sorry. Stop hier, ja, wat moet ik anders? Net als Simon, gewoon elke keer opnieuw. Oké, het kan wel. Keuzestress. Oef. Betalen aan Simon! Hoppa, dankjewel jullie, dankjewel. Dat was niet te verwachten. Ja, dat was niet echt vermijdbaar. En dat zijn de shops. Het is massa dat het geen 1400 is. Nog niet. Oeh, dat is wel pijnlijk. Voor wie zou ik toch gaan? Simon, als je met deze laat, kunnen wij ruilen voor die ene in het midden. Dan... Doe je dat niet? Over welke pot gaat het eigenlijk? Simon wil winnen. Ik wil gewoon heel graag winnen. Oké. Ja, ik wil hem wel. Ik ga tot 57. Nee, maar Dan kunnen wij toch ruilen, heb jij straks... Ja, oké, dan niet. Oké, ik stop al, is goed. Yes. Ik heb geen verlaat dat je wil ruilen, ik had gewoon dat je meer geld ging geven en het werkt. Laat ons zo ruilen. Ik snap wat je wilt... Milan, ik snap nu wat je wilt doen. Mm-hmm. Ja. Deze wil ik wel weer terug. Oké. Ik moet even kijken, het hartje en het klaafje hebben, die zijn ergens. Rechtsbovenin. Ja. Op de bank, op de bank. Send a ring, a ring, a ring. Yes. Ik ben nog helemaal niet aan de beurt. Ja, dat weet ik. Maar ik vind het leuk als je ook meedoet. Ja. Nou, deze actief speelt. Is die van jezelf? Ja.
Ben je wel meer waard eigenlijk, Ja, nee, dan, zo gaan we dat niet doen. Wat een jokering guy. Ik denk dat dit een hele... Kijk hoeveel geld ik heb. Gun mij deze. Gun mij deze, alsjeblieft. Oké, is goed. Omdat ik Jordi zijn gunnerij zag, gun ik jou even. Dankjewel. En je pay het voor wat. En ik heb jou expres meer laten betalen voor het ene ding, dus... Ja, ook dat, ja. En ik heb natuurlijk nu ook al een vrij grote straat, denk ik net, dus het is mij ook wel waard. Een beetje. Homa weer hoor, dat is wel heel veel. Nou, dat mag ook wel een keer. Maar, nee, even rustig aan de middag, ik kan het ook overdrijven. Yo, please, geef me geld hiermee. Forced sell-out. Oké. Gooi hem. Ja, je moet... Je kunt best naar rechts gaan. Ik moet naar links over, ja. Nou... Kijk, 200 hè, dat is wel nice. Ah, hier heb je geld. Wauw. Welke redding cash? Je staat toch in de min? Ja. Maar hij stond net nog verder in de min. Ja, klopt. Hij heeft nou 200 gold kunnen krijgen. Oh, wel. Yo, je leeft nog? Yo, ga je nu mijn dingen saboteren? Ho, eens, weet je hoeveel vaak ik daar al genaaid ben? Omdat jij niet op je ding kan letten. Sorry, het spijt me oprecht. Nou. Maar kun je bij rechtsonder bij dat? Ja, dan kom je bij dat sterretje. Ja, en jij moet ook dat diamantje. Ja, ik ga dit maar doen. En dan moet je zo meteen een straat in. Ook wel belangrijk. Zeker niet onbelangrijk. Druk A. Och, hij is alweer gone. Nee! Nee, ik ben gone. Wel. Kabooming. 7. Kabooming? Hoor ik daar een kabooming? Daar word ik ook vrolijk van. 7. Je moet naar rechtsboven. Dus of Xander of op mij. De rest boven is voor mij dan. Duur. Ja, maar ja, je hebt de zoets nodig. Ja, maar ik zou op mij gaan. Als ik jou was, zou ik op mij gaan, want ik ben gewoon zo'n liefie. Oh, dat kan ook nog, want dan kom je uiteindelijk op via de andere kant. Moet ik even goed lopen? Nee. Nee. Lekker? Ja, lekker zien. Oh, dan kom je op niemand, Zet. Nou ja, niet Zet dat je op niemand komt, maar Zet dat je niet op mij komt. Ik hoef hem niet. Wow. Hoppa! Ja. Oh, you made choosing the destination name. Dat ding. Dat is very smarting. Ja. Dat is mooi aan de ballon in deze. Waarom heb ik dan nooit ballon? Wow, ja. Dit is echt nice. Eventjes begin naaien. Nee. Oh. Dat valt mij. Wat doet dat nou? All shops charge 100 gold. Oh. Wacht, moet je nog een keer? Nee, mag nog een keer. En je mag kiezen. Ik moet nog een keer. Er komt een arcade, hè? Je moet inderdaad. Je hebt geen keus. Oh, kom hier zelfs. Nog beter. Nog een keer rollen. Check hoeveel Milan heeft en check hoe weinig ik wat? Heb. Oeh. Zet. Stik aan. Dat doet pijn. Nou, valt mee. Nou, valt mee inderdaad. Ik heb alleen niet zoveel stort meer. Iemand moet even op iets goeds komen van mij, want... Nou, ik zal mijn best doen. Ziet dat er niet uit, je best doen, Zandering. De best om een straat compleet te krijgen, lijkt het wel. Wacht. Nee. Ik heb 44 euro's in stores. Ja, maar je hebt rechts onderin een shop waar je niks mee doet, dus...
Ja, maar dat ja. is true. Truing. Ja, misschien heb ik het wel moeten doen. Shit, nou ja. Boeien. Moeten doen, ing. Hé, hey, 9 coins, kabooming. Jordi maakt me wel weer bang. Zoals altijd. Maak me bang. Rekening mee, ik heb letterlijk 1,5 uur gewoon een spel rond zitten lopen. Omdat ik niks anders kon doen. Ja, oké. Okay. Ik denk wel dat ik de... Huh? Nee, nee. Nee. Nee, dit is... Welke knop moet ik hebben? Ja? Nee, als je in mijn lijn gaat, huppakee. Dan is dat gewoon meteen klaar. Ja, dan moet ik gelijk mijn straat gaan bijhouden. Wees blij, jullie... Nee, niet weer memory block. Jullie memory kunnen block. Tenminste nog iets met die lijn. Minigame nummer 4 vandaag. Dog suits of gold. Dan moet het middelste grote blok. Middle one. Oeh, dat is wel een suit yourself, Kees. Dat is een goeieing. Goeieing, inderdaad. Jij bent ook goeieing in Engeland. Ik kan naar link toe. Engeland zing, sorry. Milan was oplettend. Hey. Cashback. Sander, ben je ook... Sander is misschien. Ja. Sell a shop back. Nee, waar want kom dat ik? Is een goeie. Nee, laat maar, dat is een tax office, dat moet je niet doen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Fuck, yes. Give up. Giving up. Never gonna give up. Als je het geld vraagt, had hij dan Monopoly gehad, hè? Ja. Yeah. Maar je hebt geld niet. Needings and rain. Dat is heel sad. Ik ben nog steeds van mening, rechts onderin had je gerust kunnen doen, maar ja. Ja, maar krijg ik dan 500? Nee. Of 400 terug? Nee. Toch of... Ja, dat is nu toch al te laat. Ja. Die 200 had ik wel kunnen kopen, sowieso. Waarschijnlijk. Oh nee. Ja. Oh nee. He's going to spruce. He's going to spruce. Pompen, pompen, pompen. Zou je vergeten te zeggen. Pompen op. Monies! Oh. Yeah. En dan gaan we naar beneden. Ah. Minder monies. Maar dat zijn mijn landing niet. 2. Het is geen 2. Nee, oh nee. Nee, spel! Hier wil ik niet heen! Het spel houdt hem tegen. Hoppa, centjes. Er valt me best tegen hoeveel geld je kreeg. Twee Monopolies, ja. W? Ja, W was het. Kijk uit wat je nu doet. En nu is het voor Stella, wedden. Nee. Nee. Je krijgt geld of het kost je geld? Laat het me kosten. Kost. Nice. Nou, voor hem niet. Zel maar eens wat stokjes. Zel maar stokjes daarvan. Oh, wacht. Ja, je bent nog niet eens klaar. Je hebt nog heel de J-rij, dus daar heb je het over. Ja. Ik kan alleen niet pompen. Ik kan niet pompen. Nee, je kunt niet pompen. Wil je toch naar de dokter toe als je niet kan? Is goed. Nog het hartje, nee. Ja. Ja, jij moet nog zo'n hartje. Ik wou dat ik een hart had. Nee. Ah, dat heb je zo hoor, 1 moment. Oef. Maar op. Ik heb al een hart. Doe het, doe het. Ah. Doe het! Je hebt geen keus. Zeer sad. Oh. Dames en heren, we got him! Oh, die stok ook erbij. Oh, die betaalde wel goed uit. Gaat hij het halen? Ja, gewoon hij gaat het nog halen. Dat is jammer. Ja, hij heeft een tantoeveel shops. Als je het niet had kunnen halen, was de game nu al klaar geweest. Nee. Dan begin maar...
Ik begin met de kutten. Sander, ik hoop dat Pieter zin heeft om dit te editen, want ik ga het niet doen. Hoeveel krijg ik hiervoor? Je kan ook hier, ik heb er 200 voor, dus... Dat kan ook meer dan. Je moet al je shops gaan verkopen, dat zo simpel is het. Laat me nog in die ontkenningsfase, please. Nee. Ah, niet alles. Niet gewoon een merendeel. Doe gewoon wat? Even welk bedrag krijg ik van deze krijg ik terug? 170. Nee. 100. Sander, ik ben blij dat je die ene shop aan mij verkocht, want daardoor is het vakje zo duur geworden. Ja. Anders was het niet mogelijk geweest. Als ik die ene maar kan houden, maar ik denk niet, of wel? Nee. Nooit. Never. Nou, wat denk je nou? Denk je dat je nog steeds verliest? Nu niet meer, nee. Ik zei al dat ik de eerste was die bankrupt ging, hè? Ja. Maar je bent het niet bankrupt. Dat is nog niet over. Straks heb ik al mijn geld en dan komt Milan erop, of Jordi, en dan wie weet. Ja, je moet die opbreken. Ik wil deze verkopen. Mooi. Ja. Moet je even mesje, want alles gaat naar beneden nu. Ah, is dat strijd ook meteen een stuk minder gevaarlijk? Wat vervelend dat ik daar niet loop. Fijn. Komt het allemaal voor auction of niet? Ja. Ja, helaas wel. Nou, ik leg mijn controle neer, ik koop toch niks. Sander moet dit doen. Sander moet mashen. Sander mashen. Oh ja, sorry. Je moet heel veel gaan mashen vanavond. Ik vergeet het, dat ik moet mashen. Het lijken wel aardappels, want we eten mashed potatoes. Zonder mesje. Jij bent echt zo kut, hè. Jij gaat er alles kopen. Ja. Dat is toch die gamer move, Jordi, of niet? Eigenlijk wel, ja. Ah, Sander. Sander! Sorry. Maar opletten. Hey, jullie kunnen gewoon geld in pompen dat het duurder voor mij wordt. Dat kun je ook doen, natuurlijk. Sander. Ah. Oh. En dat is Simon. Simon in. Waar zit deze shop? Ja. Oh, wil jij? Wie doet dat? Wie speelt er zo vals? Ah. 120. Je hebt hem deze duurder gemaakt voor mij, Jordi. Ah, ik heb geen andere optie, hè? Dat klopt. De vraag is, zit je mij te fucken of niet met de prijs? Ja, hij wil toegang graag hebben, denk ik. Ah, ik kan nog iets meegeven. Als ik meer bood, had hij namelijk niet meer kunnen overbieden. Nee. Dan heb je echt nul reden cash meer en geen aandelen meer. Ja. Ja, maar ja, wel. Het spel is toch zo klaar. Ja. Niet alsof het nog iets uitmaakt. Maar ik vind het graag wat. Ook al kan ik al steeds op jullie komen en dingen moeten verkopen door de lul ben. Bluff. Ja, ik zal mijn best doen. Was dit nog Sander? Nee, er zijn er echt nog heel veel, hoor. Sander, hoe diep zit je in de schulden? Sander had veel winkels, hoor. Ik druk al de hele tijd op A en dan ga je nog... Wat zijn er zoveel? 2 ook goed. Ik druk op 2, want in deze game is A niet. Ik hou geen geld meer over zo. Dat is ook meteen de bedoeling nu. Oh. Kijk. Als ik... Wees blij, jij bent niet failliet. Als Milan, Sander en ik bij elkaar... Het geld bij elkaar gooien, heb je alsnog meer. Ja, oké. Kut.
Ja. Oh, ja, ja, ja. Natuurlijk. Die wil ik wel. Kan harder. Ik ben er gewoon een paar keer geklikt als ik zo de lul geweest. Ja, de lul. Oké, zijn we er nu doorheen? Ja, hoop ik. Man, volgens mij ben jij deze. Nee, volgens mij is zo meteen is er rechtsboven. Nee! Oh ja, nog één. Ja. Oh, sorry. Dat was mijn fout. Milan, ik gun je. Dank u. Dat is ook niet. Ik klikte net de slaat. Ik dacht van, ik kan ik ook. Oh, sorry. Ja. Ik denk al, waarom gebeurt er niks, maar... Oh, wat? Mijn beurt is voorbij? Ah, mijn beurt is voorbij, ja. Ja. Hoe lang gaat rolling in deeping. Nou, niet zo lang, want ik ben dood. Simon, ja, ja. Ja, ja. Dat kan ik zo niet doen, maar kijk maar. Dit werkt niet. Ik moet iets van mezelf gaan verkopen. Ja. Werkt niet. Nee, dan kun je alleen die andere. Dat heeft dan niet heel veel nut. En dan koop ik gewoon die andere die je moet auctionen gewoon weer goedkoper. Jezus, daar heb ik niks aan. Maar anders kan dat zeker geen verkeerde place zijn. Pompen als je. Nee. Je landt niet op jezelf. Maar wel de suit. Precies, ja. Dat dacht ik. Hoppa, 200, die had ik nodig. Toch weer de verkeerde kant. Ja. Hé, hey, leg niet toe. Mag je dan zelf bepalen waar je naartoe gaat? Geen idee, deze ken ik ook niet. Oh nee. Kijk toe. Verkoopt alle shops waar hij op gaat landen. Dat is net als dat ene andere ding. Die andere map. Oh nee, hij maakt alles dicht! Nou, Lakitu, schiet op. Ja, Lakitu. Wacht, maar bestuur jij deze, Simon? Groen. Nee. Groen. Luigi. Oh. Huh? Ik kan er niks mee doen. Ik kan ook niks. Staat stil. Dit is ongemakkelijk. Ja. Pieter, edit eruit alsjeblieft. Wat is dit nou? Is dit? Mijn knoppen doen allemaal niks dus. Moet ik op A drukken? Ja. Yes. Zal ik hem even op A? Nee, dat werkt niet. Is dit een bekende bug in dit spel? Wacht even hoor. Wacht even, kan ik? Oh, ik kan niet checken wat mijn controller config is. Ik kan alle knoppen indrukken. Oké, nou. Game vindt het niet meer leuk. Nee. Dat is Lakitu toch? Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja, dat denk ik wel. Simon heeft duidelijk de opname was. Ja, ik ben de helft van de tijd ben ik weg. De game stopt ermee. Maar het heeft iets met mij te maken, denk ik hoor. Want... 100%, want hij landt ook nog op jou. Dus het heeft 100% met jou te maken. Maar ik kan niks doen. Dat is makkelijk. Ongemakkelijk. Ja. Dus wie heeft er gewonnen? Jij. Ik denk jij, Simon. En na dit wil ik zeggen, nood sluiten we de aflevering af. Ja? Als je dit een leuke video doet, dan een blauw duimpje omhoog. En ik vertel je waarom. En dan zien we jullie de volgende keer. Check zeker even Jordi uit, Milan uit en Sander uit. Jordi van de Super Guys, Milan van Shine Sprites NL en Sander van Gaming is Being. Het is gewoon Shine Sprites, maar toch bedankt. Maar dat zei Sander, ik hoor niet meer...
Doei! Doei! Dit was echt een top aflevering.